tot nut en genot der gemeenschap. Met deze woorden omschrijft Helene Kruller-Müller in 1925 het doel van haar kunstverzameling. Ze wil dat iedereen kennis kan maken met ontwikkelingen in de schilderkunst, die wat haar betreft van belang waren voor de toekomst, en speciaal met het werk van Vincent van Gogh, haar persoonlijke favoriet en het middelpunt van de collectie. Tijdens haar leven koopt ze in totaal 11.500 objecten, waaronder 91 schilderijen en 175 tekeningen van Van Gogh. De aankopen worden gefinancierd met het kapitaal dat haar echtgenoot, Anton Kruller, verwerft als directeur van het bedrijf WMH Müller & Co. Oorspronkelijk het bedrijf van Helene's vader. Onder leiding van Anton Kruller groeit het bedrijf Müller & Co. uit tot een machtig internationaal concern met grote belangen in de scheepvaart, de graanhandel in Amerika en de exploitatie van ertsmijnen, vooral in Noord-Afrika en Spanje. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag aan het Lange Voorhout. Het idee om kunst te gaan verzamelen ontstaat als Helene Kruller via haar dochter in contact komt met H.P. Bremmer. Bremmer, die zich afficheert als kunstpedagoog, geeft lessen kunstbeschouwing aan dames en heren uit de hogere kringen. Aan de hand van dia's, reproducties en echte kunstwerken vertelt hij bevlogen over oude, maar vooral ook over eigentijdse kunst. Helene Kruller is zeer onder de indruk en verruilt de groepslessen al snel voor privéonderwijs. Bremmer komt nu wekelijks bij haar thuis en treedt zelfs in dienst als haar persoonlijke adviseur. Samen met het echtpaar, maar ook vaak in opdracht van hen, bezoekt hij ateliers, kunsthandels en veilinghuizen in binnen- en buitenland, op zoek naar werk dat past in de collectie. Helene Kruller schrijft bijna dagelijks de bevindingen van de dag aan Sam van Deventer, haar vertrouweling. Vanuit Parijs schrijft ze: "Vanmorgen gingen we weer op de overige Van Goghen uit. Ze waren prachtig. Even de onderwerpen noemen. Een mand appelen zoals de citroenen, alleen wat strakker misschien en eiler, maar komend uit hetzelfde sentiment. Een vallei. Denk, je waart door een bergengte, gewandeld, geklommen, gedaald, aldoor naast je een ruisende beek, die soms stil stond in diepere kuilen, soms jaagde over dalende grond, en je waart naar huis gekomen, had je ogen gesloten, en je zaagt nog dien afgrond, die beek, de bloeiende kanten, en alles dooreen had zich tot een blij, keurig tapijt geweven. Maar het mooist is een olijfboomgaard, zo zacht en innig en zo'n compleet groot schilderij." De collectie breidt zich in hoog tempo uit. Na enige jaren bezitten de Krullers de grootste particuliere Van Gogh-verzameling ter wereld. In 1913 wordt de Belle Etage van het hoofdkantoor aan het Lange Voorhout ingericht als museum. Het is op afspraak te bezoeken. In de verschillende vertrekken maakt de bezoeker kennis met een prachtige collectie schilderijen en tekeningen. Maar ook met de visie van Helene Kruller op kunst en kunstgeschiedenis. Hoe haar visie is, blijkt uit haar boek Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst. Ze onderscheidt in de ontwikkeling van de kunst twee richtingen: het realisme en het idealisme. Beide richtingen, zo meent zij, gaan uit van de waargenomen werkelijkheid. De kunstenaars die ze tot de realisten rekent, zijn vooral bezig met het waarnemen, de lichtval, stofuitdrukking en de effecten van kleuren en van perspectief. De kunstenaars die ze tot de idealisten rekent, abstraheren soms de vormen. Zij geven meer het beeld van hun idee van de werkelijkheid. Van de modernen zijn het vooral de cubisten die ze openlijk bewondert. Ze koopt schilderijen van Pablo Picasso en Juan Gris en houdt bevlogen pleidooien voor de nieuwe stroming.
Ook voor het vroege werk van Piet Mondriaan heeft ze veel bewondering. Over zijn Compositie in lijn, uit 1917, schrijft ze dat het als cubistische kunst in haar zuiverste vorm beschouwt. En dat ze hoopt dat mensen ooit de waarde van dit werk voor de ontwikkeling van de beeldende kunst zullen herkennen. Helene Kröller-Müller, die geniet van haar nieuw verworven status als verzamelaar, heeft ondertussen nog één droom. Een groot museum annex woonhuis. Diverse architecten, waaronder Peter Berends en Ludwig Mies van der Rohe, maken een ontwerp. Om ze goed te kunnen beoordelen, laten de Kröllers deze op ware grootte, in hout en beschilderd doek, op de beoogde locatie uitvoeren. Helene Kröller is niet overtuigd en verlegt haar aandacht naar de Veluwe, een bosachtig gebied in het oosten van Nederland, waar de familie al een klein boerderijtje met flink wat jachtterrein bezit. De mogelijkheid natuur en cultuur te verenigen spreekt Helene Kröller aan. Voor een nieuwe opdracht benadert ze architect H.P. Berlage. Hij treedt in dienst van de firma en ontwerpt onder meer het jachthuis Sint Hubertus. Financieel lijkt het in die tijd niet op te kunnen. Tot in het kleinste detail is het huis naar ontwerp gebouwd en ingericht. Ook comfort en techniek krijgen alle aandacht. In de vertrekken beneden is een centraal stofzuigersysteem aangebracht. En naar de kamer boven in de toren gaat een van de eerste personenliften van Nederland. Parallel aan dit project werkt Berlage aan een ontwerp voor het museumhuis. Maar voordat er een begin kan worden gemaakt met de bouw van zijn indrukwekkende plan, loopt het samenwerkingsverband tussen hem en de Kröllers stuk. Het vertrek van Berlage weerhoudt Helene Kröller er niet van om haar droom te realiseren. Ze nodigt Henry van de Velde uit om het project voort te zetten. De Belgische architect werkt bijna 6 jaar aan een nieuw ontwerp voor het grote museum, waarna ook daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met de onderbouw. Over een speciaal aangelegd spoorlijntje worden op maat gemaakte stenen aangevoerd. Van de Velde, behalve architect ook kunstenaar en ervaren docent, fungeert intussen ook als adviseur voor de verzameling. Hij wijst Helene Kröller op de mogelijkheid het in zijn ogen kapitale werk Le Chahut van Georges Seurat te kopen. Le Chahut zou haar laatste grote aankoop zijn. In datzelfde jaar, 1922, ontvangt Bremmer een brief waarin Helene Kröller meedeelt dat de financiële omstandigheden het niet toelaten door te gaan met het kopen van kunstwerken. Reden hiervoor is de internationale economische recessie, die ook de firma WMH Müller & Co. hard treft. Het bedrijf leidt stevige verliezen en de bouw van het grote museum moet tot groot verdriet van Helene Kröller worden stilgelegd. Terwijl de problemen voor het bedrijf zich opstapelen, blijft ze echter optimistisch over een eventuele voortgang. Een aanzienlijk deel van het benodigde materiaal, Malbronner zandsteen, is aanwezig. Alle tekeningen voor dit monumentale gebouw zijn tot in de kleinste details gereed. Alle benodigde beschrijvingen zijn gemaakt, vele monsters zijn uitgezocht. Het wachten is slechts op een sein tot bouwen. De bouw wordt niet meer hervat. De recessie houdt aan, waardoor uiteindelijk zelfs het landgoed van het echtpaar en ook de kunstcollectie gevaar lopen. Om de verzameling bij elkaar te houden en economische invloeden buiten te sluiten, schenkt het echtpaar Kröller-Müller de kunstcollectie aan de Nederlandse staat. Onder voorwaarde dat er een passend museum voor wordt gebouwd. Het landgoed wordt in een aparte stichting ondergebracht, tegenwoordig bekend als het Nationale Park de Hoge Veluwe. Maar ook voor het Rijk blijkt het onmogelijk de grootse plannen te realiseren. Uiteindelijk wordt besloten een kleiner en goedkoper overgangsmuseum te bouwen. Henry van de Velde zal het ontwerpen. Volgens plan zou het op termijn alsnog vervangen worden door het grote museum. Helene Kröller-Müller opent het museum in 1938 en is de eerste directeur. Een jaar later, ze is dan 70 jaar, overlijdt ze. De dood van Anton Kröller volgt 2 jaar later, in december 1941.
Het echtpaar ligt begraven op de Franse Berg, vlakbij de plaats waar Helene Kröller-Müller haar grote museum plande. Na de Tweede Wereldoorlog is duidelijk dat de droom van Helene Kröller-Müller niet meer zal worden gerealiseerd. Het overgangsmuseum wordt omgedoopt tot Rijksmuseum Kröller-Müller. In 1953 wordt het museum onder leiding van directeur professor Dr. A.M. Hammacher uitgebreid met een congresvleugel en een grote zaal. Het is Hammachers wens om beeldhouwkunst tot een tweede nieuwe specialiteit van het museum te maken. De grote zaal heeft hij nodig om de beelden te kunnen exposeren. Het ontwerp van de uitbreiding is wederom van Henry van der Velde. In tegenstelling tot Helene Kröller vraagt Hammacher hem uitdrukkelijk een open, lichte ruimte te maken met grote ramen en daarmee een duidelijke relatie tot de natuur buiten. Hammacher wil de speling van het licht optimaal kunnen benutten om de vaak grote of beschilderde beelden in al hun facetten aan de bezoeker te tonen. Hammacher droomt van een beeldentuin direct achter het gebouw. Van een tuin met beelden van Rodin tot heden. In 1961 is de beeldentuin werkelijkheid. Grasvelden met wanden van groen, elk met een eigen sfeer, zijn ingericht alsof het museumzalen zijn. Er is zorgvuldig gezocht naar relaties tussen de beelden onderling en tussen de beelden en hun directe omgeving. Daarna neemt de natuur het over. Elk seizoen en elk uur van de dag brengt ze andere kleuren en een andere lichtval. Steeds opnieuw verrast ze de bezoeker met een wonderlijk samenspel tussen de beelden en de natuurlijke ruimte die hen omringt. 3 jaar later wordt de beeldentuin verrijkt met het Rietveld-paviljoen. Het is een reconstructie van het paviljoen dat architect Gerrit Rietveld eerder, in 1955, voor de openluchttentoonstelling in Park Sonsbeek in Arnhem had ontworpen. Het gebouwtje, dat speciaal bedoeld was voor het buiten exposeren van beelden, balanceert op de grens van architectuur en sculptuur door het bijzondere gebruik van ruimte. In 1965, onder het directoraat van Rudy Oxenaar, is het overgangsmuseum aan grondige renovatie toe. Het schiet ernstig tekort, zowel in technische voorzieningen als in omvang, en voldoet geenszins aan de eisen van een modern museum. De Nederlandse architect Wim Quist krijgt de opdracht om een ontwerp te maken voor een uitbreiding. Licht en ruimte, kunst en natuur zijn de trefwoorden waaruit een nieuw, ongekend museumconcept ontstaat. De entree van het museum wordt verplaatst. Ondanks de opvallende verschillen in plattegrond, opbouw en uitstraling vormen de beide gebouwen een nieuwe eenheid, met een rijkdom aan mogelijkheden om kunst en architectuur in relatie met elkaar te tonen en te beleven. De combinatie van natuur, architectuur en een vooruitstrevend tentoonstellingsbeleid houdt wereldwijd de aandacht gericht op het museum in Otterlo. Eind jaren 60 komt vanuit de beeldende kunst het teken dat natuur en kunst ook op een andere manier voor elkaar van betekenis kunnen zijn. De decorfunctie die de beeldentuin tot dan toe heeft, het idee van zalen in de open lucht, past niet meer bij de visie van een nieuwe generatie kunstenaars die de dialoog zoekt met de natuur en juist gebruik wil maken van de specifieke kwaliteiten van de beeldentuin. Begrippen als beweging, verandering, tijd of de eigenheid van een bepaalde plek worden het onderzoeksterrein van de kunstenaar. De omgeving van het werk gaat al in de ideefase een belangrijke rol spelen en wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het werk. Om deze kunstenaars letterlijk en figuurlijk ruimte te geven, wordt de beeldentuin tot 2 maal toe uitgebreid met een groot stuk boslandschap. Het terrein wordt met opzet zo min mogelijk gecultiveerd. Een nieuw avontuur voor het museum, de kunstenaar en de bezoeker.
De kunstwerken die nu ontstaan bevinden zich verspreid over het gehele terrein. De een duidelijk zichtbaar, de ander afgelegen in een uithoek van de tuin of verscholen tussen de rhododendrons. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met hun plaats in de beeldentuin. En alleen dan goed te beleven door er zelf deel van uit te maken. In 1990 is de beeldentuin ruim 30 jaar oud en toe aan renovatie. Maar ook aan een nieuwe opening naar de toekomst. Directeur Evert van Straten ontwikkelt samen met bureau West 8 Landscape Architects een meerjarenplan. Het oorspronkelijke ontwerp wordt weer meer geaccentueerd en tot een harmonische eenheid gemaakt met de eerder genoemde uitbreidingen. Met zorg worden nieuwe kunstenaars geïntroduceerd en met hen ook vaak een rijkdom aan voor ons minder bekende culturen. Het is een beleid dat past in de geschiedenis van het museum. Achter in de beeldentuin, op een weloverwogen plaats, staat het beeldenpaviljoen van de Nederlandse architect Aldo van Eyck, een aanwinst uit 2005. Evenals het eerder genoemde Rietveld-paviljoen betreft het ook hier een reconstructie. 12 jaar na Rietveld ontwierp Aldo van Eyck voor de beeldententoonstelling van 1966 in het park Sonsbeek voor dezelfde plaats dit paviljoen. Door zijn intimiteit en door zijn contrastwerking met de omringende natuur heeft het een volstrekt andere ruimtelijke werking en functionaliteit dan het Rietveldpaviljoen. Met een levendige, maar soms ook heel verstilde beeldentuin, met een kwistvleugel voor presentaties en aankopen van hedendaagse beeldhouwkunst en met het museumgebouw van Henry van de Velde, de schatkamer van de collectie van het echtpaar Kröller-Müller, waar de geschiedenis mee begon, staat het museum open voor bezoekers. Een unieke belevenis van architectuur, kunst en natuur voor jong en oud, alleen of in gezelschap, uit binnen- en buitenland.